Ik ben Rob Franke van Halmos. Ik ben installatieadviseur. En samen met een heel aantal collega's hebben wij hard aan het ontwerp mogen werken voor de nieuwbouw van Buidel Zuid. En doen dat met veel plezier, al een jaar of vijf. Installatieadviseur is misschien een vak wat niet helemaal bekend is. Dat kan je een beetje vergelijken. Een architect doet voor de bouwkunde, voor een gebouw het ontwerp maken. En wij doen precies hetzelfde voor de installaties. Daar in de verte zien jullie al de rioleringsbuizen liggen. Die in de komende dagen allemaal in de fundering aangebracht gaan worden. Ter voorbereiding op alle badkamers en toiletten die wij in elke bedkamer gaan maken. Dus toekomstige patiënten hebben straks hun eigen badkamer, hun eigen toilet. We bouwen een stuk nieuwbouw met allerlei moderne voorzieningen erin. We zorgen ook dat we straks over 2 jaar het bestaande bouwdeel kunnen gaan renoveren. We hebben daar de afgelopen jaren al wat voorbereidingen voor gedaan. Bijvoorbeeld de centrale energievoorziening hebben we al voorbereid, waardoor we meer capaciteit hebben om straks de nieuwbouw te kunnen aansluiten. In elke kamer kan je straks op je iPad kijken wat jouw patiëntgegevens zijn. Maar op die iPad kan je ook tv kijken, kunnen kinderen van de kinderafdeling spelletjes spelen. Verder zorgen wij voor een goed klimaat, voor een lekkere temperatuur in de slaapkamers. Zowel in de zomer als in de winter, waarbij patiënten dat zelf kunnen bedienen en regelen. Een hele mooie nieuwe LED-verlichting, zo duurzaam mogelijk. We zorgen dat hier over goed 1,5 jaar, in de zomer van 2023, een heel modern gebouw staat. Wat past bij het huidige Jansdal qua sfeer en dergelijke. En waarbij de installaties op het niveau zijn om toekomstig in de komende 20 jaar weer door te kunnen met dit gebouw.